Ik ben als tijdelijk medewerker hier aangetrokken. En ik hoop nu natuurlijk medewerker van de week te worden. En misschien ook wel de uitgifte-generaal van de maand. Of wat ik voor andere unieke titels hier kan verdienen. En dan krijg je ook zo'n houten bordje met een koperen dingetje erop. Dat is eigenlijk mijn grote ambitie. Daar gaan we met het petje. Zo, u ziet precies het schik van mijn hoofd. Terwijl ik een vrij groot hoofd heb. Daar, knap. U ziet een unieke medewerker die 's ochtends in de jurk geholpen moet worden. Het zal waarschijnlijk één reden om niet medewerker van de maand te worden, denk ik. Staat het goed of niet? Nou, staat niet goed. Goedemiddag. Ja, ik ben hier tijdelijk in dienst gekomen. Omdat het ABP mijn pensioen niet meer betaalt. En nu, ja, echt waar. En ze waren wel bereid om een bejaarde één dag mee te laten lopen. Ik wou zeggen, een bekend gezicht. Ja, daarom. U krijgt 2 koffie, als ik het goed begrijp. Ja. Ik zal het u aanreiken. Heel graag. Ja? Hoe de afrekening gaat, heb ik geen idee van. Dat is al gebeurd. Oh, dat is al gebeurd. Dat is met vorige nog even. Oh, dat doe je. Dat, nee. Kijk. Kijk, u ziet, dit is de echte professional. Oké, dankjewel. Fijne dag nog, tot ziens. Ja, ik wens u ook nog hartstikke veel plezier. Het is een hele bestelling. Friet, saus, cola light, maestro, nog eens wat, friet, groot. En vindt u nou niet vervelend dat u dat allemaal in de auto op moet eten? Ik zit in de auto voor mijn werk. U zit de hele dag in de auto. Dus u zet het naast u en dan eet u het geleidelijk aan, eet u het op. Oh, kijk eens. Alsjeblieft. Oh, de cola, sorry. Moet ik dit er ook bij doen? Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, hij zit er al op, oké. Okay. Jo, sterkte ermee. Vialis. Hij zit de hele dag al in de auto. Hij eet in de auto, hij slaapt in de auto. Wat hij er verder nog in doet, dan zullen we ons maar niet afvragen, maar hij zit altijd in de auto. Zo zeg, ik ben nu al uitgeput. Tjonge jongen. Ik lul natuurlijk te veel met die gasten. Ah. Het is ook geen kattenpis. Een quarter pounder cheeseburger. Kan ik niet lezen, kroket. En nog wat. Kijk eens even. Dit is nog eens wat, hè? Ja. Ja. Nou, doe de groeten, nu collega. Laat het u smaken. Oh, wacht. Ja. Kans dat ik medewerker van de maand word, die is eigenlijk al totaal verkeken natuurlijk, hè? Als pratende medewerker zou ik het ver brengen, maar als handige medewerker, dan moet ik... Ah, juist. Gaat u het in de auto opeten, of niet? Ja, zeker. In de auto. Bent u niet bang dat u knoeit? Nee, dat gebeurt niet. Nee? Oké. Nou, veel plezier ermee, hè? Graag. In het begin van deze uitzending stelde ik mijzelf de vraag, wie wil er nou in de auto eten? Wie wil er nou zijn auto vol smeren met mayonaise en restanten van hamburgers? Ik vond het maar raar. En nog steeds zou ik het zelf niet graag doen. Maar, u heeft gezien, ik heb aan dat loket gestaan bij de uitgifte van die maaltijden. Ik heb een praatje gemaakt met de mensen die daar voorbij reden. En ik moet zeggen, ze hadden allemaal eigenlijk wel een begrijpelijke reden om het zo te doen. Er waren mensen bij die hier dat aan het loket iets bestelden en dan zo snel mogelijk naar het werk reden om het daar met een collega op te gaan eten. Er waren bestelautochauffeurs bij die zeiden, ja, wij zitten de hele dag in de auto en dan ga je toch snel even langs dat uitgifteloket. En wie zijn wij om dat te veroordelen? Als die mensen graag in de auto willen eten, laten ze dat vooral doen. En als ze dolgraag hun hele auto onder de mayonaise smeren, niet waar, en het dashboard bedekken met de restanten van hamburgers, van mij mag het. Abdo. Medewerker van de maand. Ja. Bedankt, hè.